Goeiem, het is tongensdag 4 februari, dus welkom bij Bient. Met Timo Jepkema en een dik pak snieën vieren we hier de dag van de Waarman. Saskia Bak, ze maakt een opvallende transfer van het Fries Museum naar Arnhem. En Laurens Hakkebord zit alweer voor de 20ste keer op Pool-expeditie. My scent is strongest at the weakest point. The door. Yeah, that door is not good. Is that giving a little? Ja, hachelijke momenten liet het mij. Bij jou was ik in een ijsbeertje in kam. Ja, meerdere keren. En toen? Ja, nou, dat was best kritiek hoor. Dat is, de meeste beren doen niks. 9 van de 10 beren die zijn heel rustig. Maar ja, die ene beer, als je die tegenkomt. En we hebben het één keer gehad in het kamp dat ik in de tent iets hoorde. Naar buiten kwam en er stond een beer voor me, 3 meter van me af. En toen heb ik hem over de kop heen geschoten en toen gelukkig draaide die om en ging die weg. Maar dat soort situaties heb je dus wel in het pooggebied. Oké, straks nog volle meer hachelijke situaties wellicht. Het is voor u trouwens een onbekend fenomeen, de Nationale Waarmannendag die Jude Houden wordt in Amerika. En wat is er nou mooier om dat ook hier te vieren op zo'n prachtige winterdag als Jude. Een kwarte blomlezing van al je foto's die we Jude al je binnenkrijgen. Ja, Timo, de beste waarman in opleiding. Dat is van de monniken dien, Iepen en toen. Ja, toen dacht ik, wauw. Ja, ja, natuurlijk, vanzelfs. Ja, dat is geweldig van een waarman. Ja, want dan ben je al heel erg van jong oor interesseren in het waar. Waar komt die fascinatie eens van? Ja, dat had ik mezelf ook wel eens afvragen. Maar ik weet het eigenlijk net zo goed. Ik kan me één ding bedenken. We trok het misschien veroorzaken. Dat is, ja, ik was eens een keer trok mijn heid. Jongs, let, doet ik op bed gong. Zei eens een keertje mij, ik ga morgen een verrassing voor jou, Timo. En ik gong sliepen. Ik wist... Mijn god net, wat voor verrassing het wezen zo. En ja, ik kwam dus die morgens kwam ik bij mijn heid. En mijn heid zei tegen mij, ja, dat ik het niet maar zie, Timo. En ik zeg naar boeten en ik zeg een compleet witte vrouw. Nou, fantastisch. Ja? Ja. Ja. Hey, en heb ik nog stage doen bij Piet Paulusma? Ja, dat, we moesten een maatschappelijke stage betinken. Doet de kwetje weer op een middelbare squallen. Want dit is een foto, hier bisto. Een Iris tretje. Ja, dit is tretje, denk ik. Ja, bij Piet, geweldig. Ja, Piet had me verteld hoe het waren. Ja, me leert hoe ik de waarkaarten lezen had. En dat was een geweldige tijd. Ja, maar dat was er zelfs een waarman worden bij Omroep Friesland, neem ik dan maar aan. Nou, Omroep Friesland had een geweldige waarman. Dus wat dat onbelangt, ik ben exportverslag jou bij de Omroep. Dus dat vind ik mooi. En het waar komt dat toch wel een beetje op het tweede plak misschien. Maar ze is nooit. Ja, we hebben even een peer waarman op een rietje zet. Vaak begint de winter half december streng te worden. Now this is a tropical storm and you say, Dan, why are you showing me this? Because John's going to move north. En je zender staat uit, Erwin. Mijn zender staat uit. First thing in the morning, excuse me. Een regengebied dus, dat ons zo direct gaat bereiken. Jalisco también continúa el cielo despejado. En la zona norte, los altos y zona sur se esperan temperaturas. Nou, winter is er nauwelijks en ook morgen hebben we dan weer te maken met mist. Ja, weer buien. Meer bewolking bij... Ja, Ollier, waarman. Hast je een favoriet, Saskia? Gerrit Hiemstra vind ik toch altijd wel heel leuk. Want? Ja? Ja. Vanwege zijn schattige reden hier? Ja, hij brengt het zo olijk. Zo, met zoveel plezier ook vooral. Ja. Dat vind ik het leuk. En wat is Jude echt een dag dat de waarman een beetje in het zintje zit? Want vaak krijgt een waarman natuurlijk een heel soort een bak ellende oer hem heen als het bij het verkeerde einde. Net als bij wie die waarman in Amerika die hier meter snie voorspelt. Die moest echt letterlijk zijn excuses aanbieden. Ja. Ja, kist ook even het oer? Nou ja, tuurlijk. Een waarman, het bleelt een versissing. Hè? Dat verjit de meesken wel. Dus het bleelt een verspilling. En meesken die rekken hier vanzelfs het water wel eens op. Oh, en het is vanzelfs een wichtige rol spelen het waar nu is meerskip. Dus ja, het is vanzelfs. Dat meisje haar dan op een waarman oorrekening. Je kan wel begrippen, maar het bleef de versissing.
Ja, dat is dit onbelangrijk. Ik neem aan dat je hebt een heel soort polexpedities. Je bent echt heel bot interesseerd in het waar. Ja, zeker. Als je in het noorden bent, dan moet je voortdurend op de hoogte zijn van het weer. Want het weer kan heel snel veranderen. En als je daar geen rekening mee houdt, dan loop je echt risico's. Ja. Is dat nou eigenlijk een favoriet waarman? We weten nou dus de favoriete waarman van Saskia Bak. Is dat ook een favoriete waarman? Ja, Erwin Krol vond ik altijd geweldig. Ja, die dat het waar nou net meer voor de NOS. Die kon vertellen maar zijn hand, hè? Ja, dat is geweldig. En dan, maar die gebaren erbij, ja, dat is fantastisch. Hoe hij het waarbracht, dat is subliem. Ja, want wij met een goede waarman om voldoen, even die. Hij maakt een goede glimlach, hè, op zijn gezicht. Die heeft ook. Die, nee. Goed. Hij maakt het goed brengen in ons volk. Hij maakt een beetje kundig wijzen vanzelfs. Hij maakt, net onbelangrijk. Nee, net onbelangrijk. En de meeste maakt hem van een waarman harder kennen, denk ik. Nou, waar wit. Zullen we daar ooit nog eens een keer als waarman bij Omroep Friesland. Je wil graag een bandje, maar dan werd je man ongeneeslijk ziek. Hoe ging je daarmee om? Aasen in de riege oer trogzetters. Maar eerst, na meer dan 20 jaar, waarvan de laatste 5 als directeur, zal Saskia Bak het Fries Museum inruilen voor Museum Arnhem. Ja, van de morgen is dat bekendmaken, ja. Saskia. Ja. Het wie hoort al een beetje een dag van Orski nemen? Ja, een beetje wel. Weet je, je moet het voor je houden steeds. En dan is dat mag moeilijk? Ja, tuurlijk. Het is niks voor mij. Nee? Nee, zeker niet. Hè, wij werken met een hartstikke leuk team en dan mag je niks zeggen. Dat is niet handig, dus dat doe je niet. Nee. Maar ik was wel blij dat ik het vandaag kon zeggen. En in Arnhem werd het vandaag ook bekend, dus dat was mooi. Ja, want je werkt je al... mooi tageliek. Ja. Je werkt je al jaren bij het Fries Museum, ja. In totaal al 20 jaar, volgens mij. Ja. Prachtig gebouw, prachtig naar museum zit er nou. Culturele haatstijd komt er. Het is nou echt de tijd om te oogsten. Ja, en wat doe je dan? En dan is het fort. Ja, ik ben schijnbaar iemand die toch houdt van de mouwen opstropen en aan de slag. Maar waarom? Museum Arnhem heb ik altijd een heel leuk museum gevonden. Was eigenlijk een beetje mijn lievelingsmuseum. Wat spreekt die zo dan aan dat museum? Nou, het is een museum met een hele mooie collectie. Echt prachtig. En het ligt er fantastisch. Het ligt op een stuwwal aan de Rijn in de stad. Nou, dat is een combinatie buiten en buiten, zeg maar, in een stad. Dat is een gouden combinatie, samen met de collectie. Ja, en dan vragen ze daar een nieuw iemand. En dan weet je, ja, dat komt maar één keer. Dus je hebt je moment twijfelen? Ja, natuurlijk. Je denkt er wel over na. En je denkt, wil ik dat? En inderdaad, ik ben nu aan het oogsten. Dus dat is ook een heel lekker gevoel. Maar, en bij een eigenbouw hier in Leeuwarden, culturele haatstijd. Ik kan nu als bezoeker naar Leeuwarden komen en lekker op mijn gemak door het museum gaan lopen. Is ook wel heerlijk, hoor. Ja, want dat heet je toch altijd, je ontkomt er eigenlijk net om, want dan ging je fort. En dan moet je dus even waarom zien. Wat is nou een van de hichtepunten of een van de meer spannende dagen vandaag in het Fries Museum? Ja, het allerspannendst vond ik de dag van de opening. Toen waren we officieel geopend en toen hebben we de deuren open gedaan voor de mensen uit Leeuwarden. Het was een gratis dag, iedereen kon komen kijken en dat vond ik spannend. We hebben beelden van. Oké, zelf de jas aan. Ik vind het prachtig. Mooi gedaan, educatief grandioos. Lekker licht, veel glas, ja, heel prettig. Het gebouw alleen nog is al en er zit romte in en licht en kleur. Ja, ik vind het mooi. Nee, ik vond het wel een mooi museum. Ik ga hier het trein heel oren van maken, dus dat zei ik in orde. Ja, wat hokkenstikken van de collectie zie je nou echt missen? Ja, ik heb één lievelingsschilderij en dat is van Robert Zandvliet. En dat is een heel mooi landschap. En dat staat voor mij ook een beetje voor Friesland. Dit is hem? Ja, dat is hem. Dat is bijna abstract, hè? Het is niet een letterlijk landschap, maar het is ook, er zit heel veel weer in. Ja, ja, dus. Ja. Timo is eigenlijk enthousiast. Ja, dat is toch mooi. Ja, precies. En het is heel groot, hè? Dus je kan er bijna in verdwijnen. En het is zo fabelachtig mooi geschilderd met allemaal lagen. En nou, je kan erin verdwijnen. Dus dat is, ja, en ben je nog meer van dat soort stikken waarvan je zegt van ja, dat als het kinders toe, dan zoek ik het graag mooi nemen wollen naar Arnhem. Ja, weet je, het leuke van het museum is dat je eigenlijk één grote schatkist vol mooie dingen hebt. En dat betekent ook dat je iedere keer kan je weer iets anders zien. Hè? Dus dat schilderij vind ik prachtig. Maar als ik bijvoorbeeld naar het Friese zilver kijk, hoe je met kleine hamertjes zeg maar een voorstelling in dat zilver gemaakt is. Ja, daar kan ik ook heel erg van genieten. En de volgende keer is het een moderne kunstwerk wat helemaal in je gezicht slaat. Hè? Wat heel veel indruk maakt. Ja,
Dus er is zoveel. Dus ja. Hangt ook een beetje af van je stemming en waar je mee bezig bent. Maar dat is het leuke van het museum. En wat zie je nog, nou als er nog meer dan bij je aannemen? Want volgens mij krijg je een hele nieuwe bouw. Hè? Je zult weer verbouwen derde. Ja. Dus eigenlijk heb je een soort van vergelijkbare situatie wat je hier in jou had hier. Ja, alleen het is een ander museum, een andere collectie, een andere stad, een andere omgeving. He, dus wat je gaat doen is weer opnieuw kijken, praten, wat er gebeurt, mensen bevragen, wat is er nodig en dan een nieuw plan maken. He, dus het, zeg maar de opdracht lijkt een beetje op elkaar, maar ja, de uitkomst zal een andere zijn. Ja. Ja. En in die oude in de 20 hier bij het Fries Museum, hier in Ljouwert, een dieptepunt, nevens mij, wie dan toch denk ik wel de reorganisatie. Hè? 30% ja, moest het doen nu. Dat was ook voor het Proceshof, hè? Want wij zijn één organisatie, dus het Fries Museum en het Proceshof. Ja, en dat is echt heel naar. En dat was ook omdat je dan de opening hebt. Hè. Dus in het jaar na de opening hadden we ook de reorganisatie. Dus het bitter en het zoet tegelijk. Ja, nou ik wil je in Arnhem niet weer boven het hoofd. Nou, dat weet je in de cultuur nooit. Maar, nee, maar dat voorlopig niet. Nee. Nee. Ja, want je blauwe hier in elk geval nog rond mijn 15 april. Mei. 15 mei. En dan een heel soort succes in Arnhem. Dank wel. Tienke van der Wal Talsma, van mijn naam, trouwt met haar wierenleefde, Alef. En stel wel ik heel graag ben, maar dan wordt Alef ongeneeslijk ziek. Via IVF slag het de Tienke toch nog om zwanger te worden. En dus riegen hoe trots het is dat ze haar verhaal. We waren net alleen nog elkaars geliefden, maar ik echt elkaars beste vriend. En we dienen een heel soort jaren. We waren echt een heel klef stijl. En we hadden een dik tredje in hier een relatie gehad. En nou, die tredje die je ziet, we nog steeds hommel in hommel op een bank. Die wens had er altijd wel west. Alleen nog, ja, je bent jong en je hebt eerst wel oren dingen. En toen op een gegeven moment, nou, toen heb je zo van, als het nou komt, dan is het hartstikke welkom. Maar ja, dat slag helaas net. We zouden in principe in aanmerking komen voor een IVF-behandeling. Desniettemin hebben we een afspraak, nou, nog net verpland, maar die zoek ik wel mooi zien. En toen? Waren Alef ziek. En zo ziek dat hij net weer beter worden is. En dus zei ze in het ziekenhuis ik van... nou ja, jammer, maar als Alef beter is, dan moet hij weer omkomen. En dan geef je dan bezig met een IVF, maar zolang dat hij ziek is, net. Terwijl wij toen al wisten dat hij net weer beter was. En dat is dus een heel hard gelach, want op dat moment wordt er van je bepaald dat je dus geen been krijgt. Het is juist. Waar is weer met deze uur dan? Maar bij je wel ziet van, nou ja, wist, dat kind ze wel zezen, maar had hij nou al beter wordt, door de chemo is hij dan waarschijnlijk net meer vruchtbaar. Dus wat doggen we vriezen zie het in. Want op dat moment kun je dat letter weer broeken. Dan zie je het terug. Ja, eerder nou wel. We hebben in april die aankreeg dat hij ziek was en hij is in februari is hij gestorven, ja. Een van de laatste dingen die wil dat hij het gewoon toch ik wel heel fijn vond. Dat het mij inderdaad, ik werd een stukje takomst Jan Soe en dat hij op die manier voortleeft. Doet Alef ziek wie baby, ik nog naar een kliniek geweest en via die kliniek in wie die aankreeg, nou er is in Rotterdam, een arts en die doet het eventueel wel. En toen heb ik dus nadat Alef stond is, een jaarje daarna ongeveer, ben ik naar die arts daar geweest. Ik heb toen ja, in augustus het eerste gesprek gehad en toen, nou ja, ze staan gewoon de nadat leeft, zeg maar. En toen in maart heb ik een IVF-poging gehad. En ik voor de eerste weer rekken. Zo. Ja. Heel bijzonder. En ik werd het gevoel van, blijkbaar mat het nou zo wijzen. En is het nou dus goed? En ergens, ik wil het gevoel dat Alef me er heel erg bij geholpen heeft. Ja. Ja, een ontroerend, maar ook een heel bijzonder verhaal. Je zoen hem haast wel Mr. Noordpool nemen kennen. En hakatoer Laurens Hakkebord. In augustus zit er weer alweer voor de 20e keer op expeditie op zoek naar de geheimen van het Noordpoolgebied. Want ja, je bent eigenlijk al mijn pensioen.
Ja, dat en dit, klopt helemaal. Ja, toch? Ja, er is geen woord van gelogen. En, en wordt het nou jouw laatste expeditie eigenlijk? Nou ja, dat weet je nooit. Hè. Het kan altijd zijn dat ik op een gegeven moment weer toch weer met een expeditie meega. Dat ze me vragen van nou wil je toch nog wat een keer mee? Het kriebelt altijd. Het kriebelt altijd en ja, er is best wel veel ervaring voor nodig om zo'n expeditie tot een goed einde te brengen. Dus het kan me voorstellen dat me zeggen van nou, we willen hem nog een keer mee hebben. Ja, want je bent al 20 keer al naar de Poolwest, naar de Noordpool. Ja, Noordpool en Zuidpool. En Zuidpool. Ja, maar mis je dat je zegt van het laatste puzzelstukje, waar ben je nou nog naar op zoek? Wat wil je nog graag weten? Ik ben zelf niet meer naar iets op zoek. Ik probeer nu ondersteunend te zijn, begeleidend te zijn en adviserend te zijn. En de anderen die moeten het onderzoek doen. En het onderzoek gaat in feite om het feit dat het klimaat is veranderd en dat de situatie veranderd is. En dat eiland hebben een hele lange traditie. We zitten daar al 60, 70 jaar. Maar waar ga je heen? We gaan naar een eiland aan de oostkant van Spitsbergen. En dat is, de naam is Etchea, Etch-eiland eigenlijk. En daar zitten dus al Nederlanders, zijn daar al bezig met onderzoek al 60 jaar lang. En die gegevens die zijn allemaal verzameld. Daar is een prachtige vegetatiekaart gemaakt. Dus we hebben een momentopname ergens in het verleden. We hebben dat nog een keer herhaald in de jaren 70 van de vorige eeuw. Maar dat is eigenlijk en al hartstikke dat gaan we dus nu, ja, nu gaan we dat gewoon toetsen. En kijken van ja, dat klimaat is veranderd. Wat voor effect heeft dat nu gehad op de vegetatie en op de dieren daar? Ja, wat denk je? Nou, het is enorm veranderd. Er is veel minder ijs, er is veel meer open water. En in het water zit veel meer voedsel. En dat betekent dus dat er van bepaalde soorten meer zijn en andere soorten minder zijn. En dat is zeker gebeurd. En je ziet ook de vegetatie zie je steeds verder oprukken. Dus je ziet het poolgebied, dat witte poolgebied, zie je vergroenen als het ware. Er komt steeds meer vegetatie. Er groeit steeds meer en dat heeft allemaal te maken met die hogere temperaturen. Ja, maar meer bisten, meer visken, meer zeehoen. Dus de kans is groot dat je weer een ijsbeertje in komt. Ja, die kans zit er altijd in. Dat zit er altijd in. Weet je ook. En dat eiland is heel erg populair bij de ijsberen. Dus het kan maar zo gebeuren. En, ja. Nou ja, dan is het ook belangrijk dat er iemand meegaat die een beetje ervaring heeft in die omgeving. En dat die jonge onderzoekers kan helpen. En dat gaat in feite gebeuren. Er zijn allemaal jonge onderzoekers, dus een nieuwe generatie onderzoekers. En die nemen het nu over. En die gaan het verder uitvoeren, het onderzoek. Ja, want Jogien, jij er altijd in de Jere Zondag, neemt mij op expeditie naar Afrika. Pas in Jochen en Zondag voor het eerst naar de Noordpool. Dat klopt toch, of niet? Ja, nee, dat klopt helemaal. Ik zat in Mali. Ik heb onderzoek in Mali gedaan. Ja. En op basis daarvan hebben ze mij op een gegeven moment aangenomen toen ik solliciteerde. Ja, en toen dat is iemand die weet wat je moet doen als je op expeditie bent. Ja, en dan in Jochen en Zondag dus voor het eerst naar de Pool, naar de Noordpool. Hoe wie dat toen? Nou, dat was heel lastig, want die situatie, we waren er eigenlijk onvoldoende op voorbereid. Hè. Ik was er nog nooit geweest, dus ik wist niet precies hoe de omstandigheden. Ga je praten met mensen die er wel geweest zijn. Maar we hebben toch niet een goed beeld gekregen. Het was veel natter dan wij hadden verwacht. En lang zo koud niet als we hadden verwacht. En onze kleding en onze uitrusting, onze tenten en zo, dat was allemaal gericht op kou. Maar het bleek gewoon heel nat te zijn. En dat komt omdat hoe kort wie het toen dan ongeveer? Hoe kort wie het dan? Nou ja, zo tussen 5 en plus 5 en min 5. En heel veel mist, heel veel regen. Nederlands winterweer en, dus. Sorry? Nederlands winterweer. Ja, precies. Ja, dat winterweer. En dat komt omdat al die depressies die komen tot de westkust van Spitsbergen. En dan botsen ze tegen die koude lucht op. En dan gaat die warme lucht die gaat stijgen. En dan krijg je een neerslag. En dat krijg je precies in die omgeving. Nou, daarom heb je daar altijd mist. En daar waren wij niet op berekend. En dat was echt heel lastig. Wat is het mooiste wat jou des joen had? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Nou, het mooiste wat ik gezien heb, dat zijn toch de landschappen. Het enorme weidse van dat landschap. Als je daar als nietige mens in dat landschap loopt en je ziet die geweldige bergen aan de horizon. Je ziet dat die grote brede dalen, want gletsjers die schuren die dalen uit. Dus het zijn hele brede dalen en ja, dat is geweldig. En dan is het helemaal geweldig als je op een gegeven moment daar zeehonden ziet. Rendieren ziet lopen, heel veel vogels ziet. Dat is die situatie eigenlijk die het meeste bevrediging geeft, zou ik willen zeggen. Pooljocht?
Oh, dat denk je? Ja, dat hebben we ook gezien. Alleen niet in de zomer, hè? Want in de zomer is het 24 uur licht. Ja. Dus, maar ik ben ook wel aan het eind van de zomer geweest, wanneer het dan een beetje donker is. En dan heb je inderdaad het noordenlicht, ja. Zo zouden we wel in de Wolle, Saskia? Ja, met hele dikke jas aan. Ik hou niet zo van kou. Nee, een zakkoord is het dus blijkbaar net. Het is in de zomer, hè, dus dan is het inderdaad niet zo koud. Dat klopt. Nee. Ja. Wat ben de gevaren, had je er binnen? Nou, een van de grootste gevaren is dat wij maken heel veel gebruik van rubberboten. En dan zitten we op water. En dat weer kan heel snel omslaan daar. En dan kun je met die rubberboot, als je daar op het water zit, dan loop je risico. Wij hebben ook altijd survival suits aan, van die oranje pakken. Mensen kennen dat misschien wel. En dat is gewoon helemaal erop gericht dat als er wat gebeurt, dat wij ons kunnen redden. Een tweede punt is mist. Er komt veel mist voor. En als je mist hebt, dan kun je je heel moeilijk oriënteren. Dan kun je wel een kompas mee hebben, maar dat werkt lang altijd niet. Hij was benauwd, West? Jawel, tuurlijk wel. We hebben wel in situaties gezeten dat je zegt, ik ben met een zeilboot naar Antarctica geweest. Nou, dat was een klein bootje hoor. En dan ga je over de Drake Passage. Ik denk van, als er nou wat mee gebeurt, dan horen ze nooit weer wat van mij. En toen had ik echt wel zoiets van, ondanks het feit dat ik niet zeeziek word. Maar toen had ik echt zoiets van, ik weet niet wat hier op dit allemaal wel goed gaat. Nou, gelukkig, het is al je goed gaan, want anders zien je hier niet zitten. Nee, precies. En al jouw bevindings- en ervaringstin in dit boek, je hebt meerdere boeken geschreven. Dit is het laatste boek, is Trije Wiekelien is er uitkaam. Wildernis, woongebied en wingewest. Ja, ik neem dan de lezer mee eigenlijk op expeditie. En dan vertel ik wat ik allemaal doe daar, in dat boek. Oké. Timo, ja, kinderen het omheen, nog even een wintervoorspelling. Ja. Toch, er zit toch een keer een waarman om tafel. Dit is de gelieke broek van Maartje. We komen nog wel op Reins. We komen nog wel op de Reins. Okay. Dit is wel spannend, hè? Dit is een cliffhanger. Daar hou ik niet aan. Ek in Arnhem? Ek in Arnhem. Oké. Want Safië, morgen dan weer bij de Van Zijls Werd. Daar zit de sportcentraal op de Vreet. Technisch directeur van Sportclub Heerenveen, Hans Vonk. En de laatste onwees van Ajax, Lerin Duarte. Zij scoren dan onder oren om. Maar goed, dat is pas voor morgen. Voor nu nog een hele gezellige jong. Dag. Oké, en naar voren.